Leiden, Sleutelstad. Goedenavond, het is woensdag 6 april. En je luistert naar Sleutelstad met Gezond 071. Ik ben Gerry van Bakel. En ik ben Greet Meesters. Fijn dat je weer naar ons luistert. Dit is Gezond 071, het maandelijks programma over gezonde leefstijl op Sleutelstad. We zijn te horen en te zien op de kanalen Ziggo46 en KPN1421. Je kunt ons verder horen op 99.6 FM en DAB. Als je onze app downloadt, kun je ons overal mee naartoe nemen. En via onze website sleutelstad.nl kun je alles meebekijken, meezien, meeluisteren, teruglezen en reageren. We horen graag van je. Ja, het onderwerp is vandaag: laagdrempelig sporten en bewegen zonder al te veel toeters en bellen. En kosten. Ja, het is altijd heel, heel belangrijk. Wij denken dan aan fietsen, wandelen, zwemmen. Ja, gewoon lekker bezig zijn. Wat doe jij eigenlijk het liefst, Reet? Ja, ik hou enorm van wandelen. En zwemmen. Dus je houdt van allebei? Ja, ik kan nooit zo goed kiezen. Ja. Nou, dat hoeft ook helemaal niet, hè? Want we hebben, we hebben gasten, daar kun je het ook aan vragen. Jazeker. We hebben vandaag Ben Krul van Fietsmaatjes... en buurtsportcoach Hip van Omme. En natuurlijk weer een beweegtip van lifecoach Jasper Mulder. En een voedingstip van Marje Vlasveld. En die gaat dit keer niet over eten, maar over drinken. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar de allerleukste zender van Leiden en omstreken. Dit is Sleutelstad. Dit is tot 7 uur Sport 071. Tate McRae, she's all I wanna be. Ja, we zijn begonnen met Gezond 071, het maandelijkse programma over uh, ja, gezonde leefstijl hier op, uh, op Sleutelstad. Uh, ik ben Gerry van Bakel. Ja, en ik ben Greet Meesters. Ja, de, we hebben twee gasten in de studio, Ben Krul en uh, Jip van Omme. En uh, ja, Ben, uh, als ik jou mag vragen, hè, jij bent van Fietsmaatjes. Kun je kort iets vertellen over wat houdt Fietsmaatjes in? Fietsmaatjes houdt in. We bestaan in Leid, dorp nu vijf jaar. We hebben net als jubileum gevierd. Het houdt in dat je op een duo-fiets naast elkaar fietst. En waarbij de, 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 zeg maar de zwakste, maar dat is een heel rot woord, maar die gebruiken je, hier. Die zit rechts, dat heet een gast. En dat zijn mensen die eigenlijk wel graag naar buiten zouden willen, maar tot eigenlijk niet meer kunnen. Omdat ze te oud zijn, of, eh, of evengestoornissen hebben, of blind zijn, of doof, of dement, kan allemaal. En naast hen zit dan een vrijwilliger. Dat is ook vaak toch wel een 60-plusser. Die, uh, die met hen samen tochtjes maakt. En dan komen ze dus op plaatsen waar ze soms al jaren niet meer geweest zijn. En het is eigenlijk dolle pret voor twee. Want zowel voor degene die links zit, de vrijwilliger. als degene die rechts zit, de gast. Is gewoon genieten voor twee. Uh, en je rijdt dan op een dag deel. Nou, soms 20 kilometer ga je ergens een lekker bakkie doen. Tot 60 kilometer. Nou, heel veel meer. Dat is mooi, maar we, we willen even nog iets meer weten over, over jouzelf misschien. Ben. Uh, wie is Ben Krul in het, in het kort? Wie is Ben Krul? <laughs> ben Krul is gisteren 70 geworden. Dat is even schrikken. Gefeliciteerd. Nou, dankjewel. Ja, dankjewel. ja zo even wennen, dat getal moet ik zeggen. Uh, maar uh, ja, ik ben jarenlang huisarts geweest hier in Leiden. Daarna nog uh, hoofdredacteur van het medisch blad geweest. En. Uh, Daarna nog bij Zilver Kruis als senior Medisch adviseur gewerkt. En daar werd ik een beetje ziek van alle nota's die geschreven werden over gezond ouder worden. Jongen, jongen zeg: wat kan er veel onzin op? Nou, geen onzin. Het klopt wat het op papier staat, maar om het uit te voeren, dat is deel 2. Ja. Dus toen dacht ik van jongens, we moeten iets echt daadwerkelijks doen. En toen kwam ik op het idee om, dat had ik ergens opgepikt, natuurlijk, beter goed gejat dan slecht verzonnen, om met de duurfietsen te gaan rijden. Nou, ja. Vijf jaar geleden zijn we met vijf fietsen begonnen, nu hebben we er twintig. Oké, okay, nou daar gaan we dadelijk nog, nog veel meer uh, over weten. Maar ik wil even vragen aan je, aan je buurvrouw. Uh, hoe, uh, ja, of jij ook even wil vertellen. Wie is Jip van Omme? Ja, wie is Jip van Omme? Uh, ik ben Jip van Omme en ik uh, ben buursportcoach. Uh, dat uh, doe ik bij Inclusio Leiden. Uh, nu al bijna twee jaar, dus dat uh, gaat hard. Uh, ik kom uit Leiden, echt een Leijenaar. En uh, ik uh, probeer mensen enthousiast te maken om te bewegen en gezond te eten eigenlijk. Dat vind ik heel leuk om te doen. Nou, perfecte gasten voor onze, voor onze uitzending toch, uh, Greet? Ja, zeker. Hé, hey, wat doe jij zelf dan het liefst, Jip? Uh, wat ik uh, graag doe in mijn vrije tijd is hockeyen. Helaas heb ik nu net een blessure aan mijn enkel, dus dat is iets minder nu. Uh, hopelijk kan ik dat volgende week gewoon weer lekker doen. Dat doe ik bij Roomburg in Leiden en uh, dat doe ik met veel plezier. Ja, het gaat over laagdrempelig bewegen. Zit er voor jou nog een beetje beweging in dan nu met die blessure? Hoe kom jij toch aan je beweging dan? Uh, nou, lopen, wandelen gaat wel goed. Dus dat is fijn. Maar echt als rennen niet. Maar ja, tijdens mijn werk beweeg ik eigenlijk al uh, genoeg. Ik probeer mensen in beweging te krijgen. Maar daardoor probeer je ook zelf uh, te bewegen. En uh, ja... Dat gaat best wel vanzelf eigenlijk. Ja, want je moet natuurlijk dan wel zelf het goede voorbeeld geven. Je kunt natuurlijk niet de hele tijd op je stoel zitten en tegen anderen zeggen. Je moet vooral veel bewegen. Zeker. En als je zelf meedoet, dat uh, inspireert misschien ook weer, maakt mensen enthousiast. Dus dat is heel leuk. Ja, zeker. En, en jij bent, want jij zit natuurlijk op zo'n duo-fiets de hele tijd. Of valt dat mee? Nee, ik, ik heb. Ik heb ik, uh, één keer per week fiets ik met, uh, met twee van mijn gasten. Mijn oudste is uh, even in dit kader. Die wordt volgende week wordt die 98. Wow. En die belt me echt op en zegt van Ben, het is mooi weer. We moeten morgen fietsen. Nou, dan kan je geen nee meer zeggen. Dus dan ga ik met hem rijden en. Uh, en de andere is iemand, een Leiden, die, heeft, die is geboren zonder, zonder armen, zeg maar. En die, ja, die heeft nog nooit van de leven gefietst. En nu zit ze ineens op de fiets, een fiets. En kan ze alles. Dus fietsen is mijn passie, maar vooral de racefiets. En, en daarbij, ja, sinds, sinds een jaar, anderhalf jaar, doe ik ook actief mee met Vitality. Ja, dat vind ik een geweldige organisatie hier in, in Leiden. We hebben zoveel clubs. Waarbij elke morgen tussen, ja, tussen 9 en 10 verzamelen we. Met elkaar op het, uh, op het veld bij de Stevenshof daarachter. En er zijn nog meer locaties in Leiden die dat doen. Uh, zonder afspraak. Zonder uh, uh, contributie ook. En het zijn allemaal 50-plussers. De oudste is 83. Ja, en daar, daar, daar wordt echt ver fors, uh, fors geoefend en bewogen. Ja, dat is, dat is gewoon heerlijk. Ook gezellig, sociaal. Zo kom je je wijkbewoners ook weer tegen. Maar daar weet uh, je hebt alles van, denk ik ook. Zeker. Het <laughs> is wel makkelijker om het samen te doen, hè? Ja, nou ja, dat merk je wel. Het sociale aspect is gewoon heel belangrijk. Uh, ja, mensen ontmoeten, een praatje maken, misschien een koffietje of thee achteraf. Uh, ja, ik merk dat mensen dat wel echt goed doen. En dat uh, trekt mensen ook wel, het samen doen. Ja. Ja, ja. ik hoorde net van Jip trouwens dat ze het zelf nog niet, maar ze wil in Leiden zuidwest wil je ook een groep op gaan zetten. nou wat je dan nodig hebt dus een aantal mensen die in die buurt wonen die zelf ooit in het verleden coach geweest zijn van een voetbalclub of fysiotherapeut geweest zijn en op die manier gewoon één dag in de week daar van negen uh, tot tien ja, leiding willen geven aan, uh, aan zo'n groep en uh, ja als je dat eenmaal hebt jongens dan is het echt uh, hartstikke leuk om uh, om mee te doen en te bewegen ideaal nou, volgens mij heb je al een ambassadeur, uh, Jip. Wij gaan <laughs> eventjes hebben, want we hebben het in Gezonde 71 uh, altijd over bewegen en over gezonde leefstijl. En dat hoort ook bij uh, ja, gezond uh, eten en drinken. En daarvoor ga ik dan altijd naar uh, mijn vaste diëtiste, Margie Vlasveld. En zij geeft mij elke maand een leuke tip over uh, ja, wat je kunt doen uh, met je voeding uh, om, uh, om zo gezond mogelijk uh, te zijn. Dus een, dus een korte video Daar gaan we eventjes naar kijken en luisteren. Ik vraag aan diëtiste Margje Vlasveld hoe je nu op een, ja, een laagdrempelige manier eigenlijk uh, gezonder kunt eten en drinken. Nou, je kan enorm veel gezondheidswinsten halen door meer water te drinken en dan inderdaad de frisdranken, vruchten, sappen en zo uh, te minderen of gewoon helemaal te laten staan. En water drinken klinkt heel simpel, maar toch is het voor sommige mensen toch uh, moeilijk. En uh, ja, maak het makkelijk. Maak het jezelf makkelijk. Dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen door een leuk flesje aan te schaffen. Alleen, ik wil één ding wel waarschuwen. Als je dat steeds opnieuw gewoon vult met leidingwater, dan kunnen daar bacteriën in gaan groeien. En dan kan je best behoorlijk buikpijn van krijgen. Dus eigenlijk is het wel een gewoonte om s'avonds gewoon met de alwas mee te doen, dat flesje. Sommige mensen die uh, hebben iets tegen water, dus dan kan je er een smaakje aan geven. Maar als je er bijvoorbeeld vier aardbeien in doet, of drie... In zo'n liter, dan smaakt het de volgende dag naar aardbeien. En het is vooral namelijk uh, de geur die de smaak geeft. Zeg maar. Je ruikt het en dan proef je het ook. Dus je hebt bijna geen calorieën, zeg maar. geen weinig suikers, maar wel die heerlijke aardbeien smaak. Of sinaasappel. Gewoon een schijf sinaasappel, een halve sinaasappel in een liter water. En je hebt een heerlijke sinaasappelsmaak. Je hoeft ook geen drie liter water per dag te drinken, twee liter is ook. Best veel. Maar als je sport en het is warm, dan is twee liter wel uh, goed. Of als je heel veel wil afvallen, dan is meer water drinken ook goed. Om afvalstoffen weg te werken. Dus, uh, maar anderhalve liter is uh, oké. Okay. Dus dat zijn uh, ja, zes flinke glazen. Ja, dat was Margje Vlasveld. Zeker, je ziet steeds meer mensen ook met flesjes water gewoon lopen. Hè? Jip, uh, heb jij ook zo'n flesje water altijd bij je? Zeker, ja, ik probeer eigenlijk altijd een flesje water bij me te hebben. En dan ook echt op mijn bureau neer te zetten of uh, onderweg mee te hebben, want dan, dan ga je drinken. En als je het niet bij je hebt, dan is het vaak: ik heb geen glas of geen flesje, dus dan laat ik het maar. Maar dat flesje water bij je hebben is wel heel belangrijk. En dat uh, triggert ook dan wel om uh, water te drinken. En er zijn ook steeds meer watertappunten volgens mij in de stad. Of hebben jullie in de buurt waar jullie werken? Kunnen mensen daar ook uh, gewoon zelf water uh, op straat tappen? Of moet je het toch nog van huis meenemen? Uh, helaas bij de veldjes waar ik sta, waar ik sport met kinderen en uh, volwassenen niet. Uh, dus het zou wel iets moois kunnen zijn. Ja. En ben jij in de Stevenshof of is het daar? Nou, je kunt gewoon je eigen water meenemen. Mensen denken wel dat ze per se water bij de supermarkt moeten halen. Maar het water wat uit de Leidse kranen komt, is perfect om te drinken. Dus schoten grote onzin en zonde van je geld om het allemaal uh, elders te gaan kopen. Bronwater, zo allemaal onzin. Gewoon uit de kraan, Leids, prima. En een paar aardbeitjes erin. Heel goed idee van Margje. Ja, maar je moet hem dan wel af en toe om, uh, omspoelen, ja, flesje. Ja, dat flesje. Wist wel. je dat eigenlijk? Ik moet zeggen, ik was er eigenlijk wel een beetje door verrast. Uh. Je nou, denkt eigenlijk: water, daar zit toch geen bacterie in? Nou, in alle eerlijkheid, uh, met wielrennen heb je al de bidon bij je. Hè? En, uh, en daar gaat er soms een klein schepje van tenen van erbij. Ja, geen doping hoor. Maar ja, dan dat moet, je een tijdje, moet je na ze dan toch echt goed schoonmaken. Want uh, dat is dus wel een goede tip van Margie, wat ze zegt. Maar vooral ook aan alle mensen die een bidon op hun fiets hebben, die moet je regelmatig schoonmaken. En vooral de dop, hè? daar blijft veel troep tussen zitten. Ja. Ja. Met gekookt water volgens mij ook. Dus niet gewoon alleen maar omspoelen, maar echt even uitkopen. Ja, dat wel. Zeker, Tot? zeker. Anders gaan die schimmeltjes niet dood. Nee, hè? <laughs> ja, ik denk, we hadden het net over de, over de fietsmaatjes, uh, uh, Ben. Gaat het nou bij de, fiets, bij de fietsmaatjes vooral om het fietsen of ook uh, het sociaal aspect? Ja, het is, het is net wat Jip ook zegt met, met, met sporten en met elkaar. Dit is gewoon het, het leuk met elkaar. Maar fietsmaatjes is een heel belangrijk sociaal aspect. Want er zijn gewoon mensen die komen de hele week hun huis niet uit. Dan heb je één keer in de week ga je dan met ze rijden. Ze verheugen zich van tevoren al dagen erop. Je gaat fietsen en na en, en afloop is het nagenieten. En ondertussen, dat is het leuke met, met bijvoorbeeld die de gast van mij, die van 98. Die vertelt jou dingen waarbij zijn eigen kleinkinderen zeggen van nou opa, dat verhaal kennen we nu wel. Maar voor mij is het allemaal weer nieuw. Ik kan hem wel verhalen over de oorlog vragen. Hoe was het nou precies? Wat stond daar daar Dus, dus ja, die mensen komen gewoon weer aan bod en, en die, ja, die betekenen weer, weer wat. Hè? Soms is of, zegt hij tegen mij: hou je benen stil, ik fiets wel alleen. Ja, jongen, dan is het helemaal wauw. Ja. Kijk eens wat ik kan. Moet ik altijd de kilometerteller op nul zetten? Want hij wil precies weten hoeveel hij gereden heeft. En dan komt hij thuis en dan zegt hij tegen zijn kinderen: van, nou, ik heb vandaag 35 kilometer gereden hoor. Ja, dat is ah, er trots op te zijn. Is een beetje goed, ja. ja zeker. Hey, en als je nou als vrijwilliger bij fietsmaatjes aan de slag wil, want jullie werken allemaal met vrijwilligers, hè? Ja. Uh, kan dat dan zomaar? Kun je gewoon maar zomaar op die fiets stappen? Nee, je, krijgt, uh, je moet je even aanmelden via onze website www.fietsmaatjesleidleidedorp.nl en dan kan je alles zien wat er moet gebeuren. En dan krijg je een training van anderhalf uur ongeveer en dan leren we alles van dat fietsrijden. Je moet bijvoorbeeld. Uh, uh, hoe rij je door putjes heen? Hoe, hoe pik je en, en, en tussen welke paaltjes kan je wel en niet doorrijden? Het, het zijn fietsen van, van 12.000 13.000 euro en je rijdt met een kwetsbare gast. Dus uh, ja, je moet het wel even leren en wennen dat het anders is dan je gewone fiets. Maar als je het daarna hebt gedaan, dan is het gewoon heerlijk. Want kijk, je kunt zelf ook lekker om je heen kijken als je zo in zo'n fortuin zit natuurlijk. Hè. We mogen wel niet zitten, ik weet het wel, maar zitten en fietsen samen, dat mag wel, toch, Jip? Zeker, voor ja. mij wel. <laughs> Gebruiken jullie daar eigenlijk ook wel eens iets van, uh, van Jip, van, met fietsmaatjes bij de, als uh, buurtsportcoach? Uh, Maak je dat bekend bij jullie uh, mensen? Nou ja, als er iemand is die uh, zo'n vraag heeft, dan, dan stuur ik zeker mensen door naar uh, fietsmaatjes. Zelf ben ik niet actief op de fiets, maar. Ik probeer wel mensen door te verwijzen naar uh, fietsmaatjes. En daar uh, dat ze, ik vertel dat het er is, op die manier. Dus een beetje die tussenpersoon probeer ik dan te zijn. Ja. En want op welke ja, groepen zetten jullie eigenlijk in als buurtsportcoaches? Uh, dus ik, zie, ik zie heel veel dingen eigenlijk voor kinderen altijd uh, op Facebook en zo voorbij komen. Is, ligt daar ook het accent of is, is het eigenlijk wel voor veel breder? Nou, we zijn eigenlijk voor jong, van jong tot oud. Uh, Waarschijnlijk zie je veel voor kinderen, omdat social media is dan misschien wat meer voor kinderen en jongeren. En uh, dat ze daar het op kijken. Maar we zijn er eigenlijk voor alle doelgroepen. Uh, we hebben wat Ouderen in Beweging, elke dinsdag. Uh, dat is een super leuke groep. En die gaan ook samen lunchen daarna, een gezonde lunch. Uh, nou, er wordt aardig, aardig wat uh, gebabbeld en gekletst. Super gezellig en gelachen. Uh, maar we zijn ook voor volwassenen. Dus we hebben eigenlijk aanbod proberen te creëren voor iedereen. Uh, en dan vooral ook voor, uh, op basis van wat mensen willen. Dus we kijken eerst van wil iemand uh, wat de wensen en behoefte zijn en daar proberen op in te spelen. Um, dus ik kan wel zeggen dat er voor elk iemand, of in ieder geval voor elke leeftijd wel iets is bij ons. En als het er niet is, dan proberen we het te realiseren. Ja. Dus als mensen zeggen van ik wil dit of dat, dan, uh, dan, dan kan dat ook nog wel of zo? Uh. Nou ja, dat, dat proberen we. En soms kan dat, kunnen we dat zelf of proberen we dat iemand door te verwijzen of te koppelen aan iemand. Um, nou ja, we proberen dat zo goed mogelijk te doen. In hoeverre dat kunnen. Ja. Want, want hoe zit dat bij fietsmaatjes? Jullie zijn misschien nu zo bekend. Maar moeten jullie nog wel een beetje reclame maken? Of zeggen, nou, we hebben eigenlijk uh, te veel uh, liefhebbers. Nee, voor kunnen te fietsen? Nog, er kunnen altijd toch mensen bij komen. Kijk, mensen worden ook ouder en vallen op een gegeven moment ook af. Ja, er gaan ook wel eens mensen dood in het leven. Dus uh, kan, er kan weer bij komen. En we merken gemiddeld dat je ongeveer drie keer. Moet er de aandacht zijn op fietsmaatjes voordat mensen zich aanmelden. Dan moeten ze het een keer gezien hebben. En dan zien ze de buurvrouw rijden. En dan lezen ze een stukje in de krant. En dan gaan ze zich aanmelden. Mensen moeten ook soms een duwtje krijgen. Dus juist van oudere mensen. Van, ja, maar ik ga er niet op zo'n fiets zitten. Ben je nou gek, joh? En dan zeggen we, wanneer heb je voor het laatst ben je nog eens een keer buiten geweest? Maar dus, mensen moeten een duwtje krijgen. En als ze alleen maar opzitten, proefritje, dan willen ze niet meer weg. Dus ja, het is, uh, dat is ook een, een rol voor de buurtcoaches en zo. Van mensen, probeerden mensen te stimuleren om te gaan bewegen. Of het ja. fietsen is, of met zo'n fatalityclub. Als je het één keer doet. Het ervaren. Verkocht. is ervaren, precies. Je ja. moet het meemaken, hè? Ja. Ja. Nou, mijn vader fietst sinds kort ook op zo'n duo-fiets. Het is echt het hoogtepunt van de week. Die kan heel moeilijk bewegen omdat hij ziekte van Parkinson heeft gekregen. Ja. En, maar fietsen kan hij nog wel. Ja. En hij fietst echt dan op zo'n maandag of dinsdagmiddag met een activiteitenbegeleider ja. uit zijn verpleeghuis. Anderhalf uur. Dus ja. dan beweegt hij zo ontzettend veel. Ja. En wow. ik denk dat hij daar echt brandstof op doet voor de, voor, nou ja, de een halve week. Ja. Maar de ziekte van Parkinson is heel bijzonder. Want mensen kunnen eigenlijk niet lopen, die moet je een zetje geven. Maar zo gauw je iemand met de ziekte van Parkinson op een fiets zet, ook op een gewone tweewieler, dan rijdt hij ineens weg. Dat is heel apart. Dat is, is, is echt wetenschappelijk onderzocht. Ja. Dus fietsen is juist voor Parkinson-patiënten heel goed. Maar ook, we hebben ook blinde mensen en dan komen ze onderweg. Wat is het toch mooier hier? Ja, dat soort dingen. Dan ruikt het misschien gewoon ja, lekker. Ja, zo. en weken jaren. Gewoon... En, en gewoon dat je heerlijk buiten bent. En je ah. hoort natuurlijk. En je ruikt. En je, en je proeft misschien wel van alles onderweg. Ja, hm. ja. ja. nee. Bewegen is, dat is wel, dat, daarom is de jeugd zo belangrijk. Je moet de lol in bewegen krijgen. En je merkt dat mensen die in het verleden. Iets aan sport en beweging gedaan hebben, die krijg je op latere leeftijd ook weer. Als iemand eenmaal geschaakt heeft, die krijg je nooit meer op die fiets. Joh. Maar als je als je gelol hebt gehad in hockey ik of. Je allemaal dan boze schakers staan aan kan Die <laughs> ja. ja. zeggen van wij zijn echt niet zo ongezond uh, ja, bezig. Dat is een is waar, hoor. Dat is ja, waar. ja, precies, <laughs> dat zou ik ook denken. Maar we gaan nog eventjes, uh, want we hebben ook elke maand altijd een, een beweegtip. Zeg maar zeggen, van onze echte professional, onze life coach. Uh, Jasper Mulder. En uh, nou, als er iemand je enthousiast kan maken voor uh, bewegen, dan is het uh, Jasper wel. Het is altijd uh, leuk om met hem uh, op pad te zijn en te horen over ja, hoe, hoe belangrijk het is om, uh, om te blijven beleven. En te bewegen. En ik vroeg hem ook, ik had het over dit thema van ja, en, want het is soms best lastig om het allemaal uh, vol te houden. Uh, zeg maar. nou, weet, Jasper weet uh, altijd een, een antwoord uh, daarop. Elke maand vraag ik voor Gezond 071 een beweegtip aan lifecoach Jasper Mulder. Hij zegt dan altijd, ga gewoon lekker wandelen, elke dag het Singelpark rond. Maar ja, meestal heb ik zoveel te doen op een dag dat ik s'avonds denk, oh, helemaal vergeten. Hoe werkt het nou echt Jasper? Nou, dus, uh, dat, dat hoor ik heel, heel vaak. Dat die mensen zeggen van ja, ik ga lekker wandelen. Wat ik natuurlijk zeg, want ze volgen me wel op. Alleen dat uh, kabbelt een beetje weg in de loop van de tijd. En op het moment dat je inderdaad s'avonds thuis komt en je denkt... Oh, ik heb geen zin, dan ga je niet. Nou, wat een belangrijk punt is, is om een afspraak met iemand te maken. Gewoon met een vriend, vriendin, de buurman of uh, met een groepje. Of misschien wel met een buurtcoach dat je ergens aansluit. Dat die weet van, hé, hey, die uh, gaat ook wandelen of die gaat sporten... In die Omgeving. Nou, op die manier maak je de afspraak. Verplicht je dus een heel klein beetje om mee te gaan met die ander, want die rekent op jou en die heeft waarschijnlijk evenveel moeite om het vol te houden. Dan, dat jij dat hebt. Je hoort heel veel over uh, ja, zwemmen in de natuur zo, uh, zo goed is. Uh, is dat ook een aanrader wat jou betreft? Ik zou het zeker aanraden. Kijk natuurlijk wel uit waar je uh, de natuur in gaat of gaat zwemmen of wat dan ook. Maar uh, het is zeker goed. Uh, en hoe goed dat dan weer voor je is om te gaan zwemmen, dat, dat is een beetje buiten mijn expertise. Maar ik zal je natuurlijk niet tegenhouden om lekker een rondje singel te gaan. Uh. Of zwemmen. Is het juist goed om dat af te wisselen? Afwisseling is uiteraard perfect, spreek je helemaal niet tegen. Alleen om het jezelf te motiveren is het een stuk makkelijker om een tijdje één activiteit te doen. En dan, ja, het ligt voor degene die die activiteit doet welke die wil uiteraard, maar bewegen is altijd goed. Ja, bewegen is al altijd goed en uh, Jasper heeft een voorliefde eigenlijk voor het uh, Singelpark uh, rondwandelen. Uh, nou, dat, er zijn er wel meer uh, hiervan in deze, in deze studio's die dat uh, heel erg uh, leuk vinden. Ja, Greet steekt ook al de vingers op. Uh, van, uh, maar hebben jullie, dat, hebben jullie dat wel eens uh, gedaan, uh, zwemmen zo in, uh, in open water in de, in de natuur, uh, Jip en uh, Ben? Uh, in de zee, maar ik weet niet of dat, dat telt. <laughs> maar nog niet in een sloot of een gracht. Nee, eerlijk gezegd nog niet. Nou, ik zie ze bij mij. Ik woon aan de, aan de oude Rijn. Dus ik zie ze bij mij achter. Zie ik wel zo'n club. Elke echt door de winter heen. Zo'n man of zes die dan elke trouw, elke ochtend om negen uur zwemmen ze met zo'n ballon achter zich aan. Zwemmen ze een stukje op en af. Nou, ik, ik, vind, het, ik vind het te koud, eerlijk gezegd. er zijn, er zijn ook andere. In mijn ogen wat leukere manieren om te bewegen. Wat trouwens wel belangrijk is, even wat bewegen. Dat is het leuke van vitality. Daar beweeg je niet alleen je benen met lopen, maar daar worden alle spieren die een lichaam heeft, die worden gebruikt. Hè? Van, je, van je wenkbrauwen tot je grote teen. En dat vind ik zo belangrijk daarvan. Dat je, eh, dat, je, dat je dan merkt van hey, heb ik deze spieren ook? En kan ik dat ook gebruiken? Dus daarom is vaak een goede coaching ook belangrijk bij, eh, bij dat soort sporten. Ja, daar gaan we het na, de, na, de, na het regionieuws verder over hebben. Ja, de tijd vliegt als je, als je hier zit. We gaan luisteren naar uh, Suzanne en Freek met 100 keer. Ik weet niet of ze dan bedoelt dat ze 100 keer gaan opdrukken of iets dergelijks. Maar uh, misschien kun je dat ook gebruiken tijdens het sporten. En we, we gaan dadelijk verder praten met Ben Krul en uh, Jip van Omme over fietsmaatjes, over wandelen, over de vitaliteitsclubs. En, uh, en misschien nog wel over zwemmen voor met, met Greet. Uh, tot straks. En daarmee uh, ja, zijn we terug in de tweede helft van Gezond 071. Fijn uh, dat, je, dat je bij ons bent, dat je naar ons uh, kijkt en luistert. Uh, Gezond 71 is het maandelijks uh, magazine op de radio en tv over gezonde leefstijl. Te horen via 99.6 FM en DHB+. En we zijn dus te zien ook via Ziggo kanaal 46 en KPN kanaal 1421. Ik ben Gerrie van Bakel. En ik ben Greet Meesters. En het, uh, ja, het thema van vandaag, laagdrempelig bewegen, fietsen, zwemmen, wandelen. En in de Stevenshof en op andere plekken in Leiden, weet ik ook in Leiden-Noord bijvoorbeeld, is daar de Vitality Club voor, wat Ben uh, net zei Ben Krul, die onze gast is, uh, voor 50-plussers. Ik zag hier voor ouderen. Ja, tegenwoordig ben je boven de 50 al een, een ouderen. Uh, ben, kan je nog iets vertellen over... Uh, ja, wat, nou die, wat jullie dan precies doen uh, in die Vitality Club van, en wat daar zo goed aan is? Nou, de Vitality Club is, is heel laagdrempelig. Dat wil zeggen, iedereen kan meedoen. Je hoeft niet aan te melden, je hoeft geen lidmaatschap te betalen. Als je gewoon zin hebt, dan kom je gewoon om 9 uur sta je bij het sportveld, bij de Stevenshof, Maar het kan op vier andere plaatsen in leiden ook. En dan van 9 tot 10 is er één van de deelnemers, is dan de coach, de peer coach zeg maar. En die kan, die, zeg maar, de volgende dag is die, doet hij die weer gewoon mee. Uh, en uh, ja, het, het leuke van daarvan is dat je maakt allerlei bewegingen die toch een beetje gestoeld zijn op, op het ouder worden. Dus niet alleen maar lopen of alleen maar fietsen. Maar uh, het lichaam heeft veel meer spieren. Ik ben natuurlijk huis van huis uit. Ja. heeft veel meer spieren dan de mens soms denkt. En die moet je ook allemaal oefenen. Hè? Gewoon een soort, soort simpele oefeningen van probeer het maar eens. Als je zo gaat draaien en jezelf dus groter maken. En de nou, maken. En Probeer dat maar eens drie minuten vol te houden. Nou, dat soort dingen. Uh, en, en ook bewegingen met je nek. Hè? Dat is ook heel belangrijk. We hebben allemaal op onze leeftijd wat atrotische nek, het is nou eenmaal zo. En op die manier hou je toch de boel soepel. Hè? Vergeet niet. Het zijn allemaal gewrichten en die gewrichten hebben smeersel nodig van binnen. En de enige manier om gewrichtsvocht aan te maken, is bewegen. Dus als je stilstaat, ja, dan, dan heb je geen olie in je gewrichten. Dus daarom moet je ze ook bewegen allemaal. Dat, is, dat kan ook al. Neem bijvoorbeeld niet de, de lift, maar neem de trap bijvoorbeeld naar boven. Hele simpele dingen. Als je toch ergens met de auto naartoe moet, zet de auto dan niet zo dicht mogelijk bij de plek waar je wezen moet. Maar zet hem eens 500 meter verder weg. Probeer, ja. er, probeer af te gaan van het idee dat je altijd zo min mogelijk moet lopen om ergens te komen. Want een kul. Zet hem wat verder weg en ga natuurlijk hier lopen er naartoe. Of een hele kleine dingen, toch? Zeker. En het en, uh, er is ook onderzoek gedaan naar dat wat we denken natuurlijk vaak als we ouder worden dat, dat je minder fit wordt. Maar de mensen die aan die vitality clubs meedoen, ja. die worden er echt fitter op. Er is echt wetenschappelijk onderzoek gedaan dat, dat uh, wat betreft hartklachten, wat betreft gefrichtsklachten. en ook wat betreft dat je, je mentaliteit, hè, voorkomen van dementie, dat dit bewegen allemaal het proces uh, ja, remt, hè. om te zeggen dat helemaal tegen, natuurlijk onzin. Maar uh, je wordt er een stuk gezonder van en je blijft er een stuk gezonder van. Dus uh, ja, jongens, uh, waarom doe je dat nog niet, hè? Dat zou je zo een zeggen? Het is echt een supergoed begin van de dag eigenlijk, hè? Hartstikke, ja. Dat zeggen ook de meeste mensen. Lekker, en dan heb je eigen gezin om op te staan. Het is een beetje regenachtig. En dan, god, je gaat toch maar gelukkig hè, om negen uur. Dan staan er nog twintig, dertig andere mensen op dat veld. En dat geeft je meteen een sociaal uh, contact. Klep, klep, klep. En uh, dat is wel af en toe... Ook de mondspieren worden ook flink geoefend daar. Dat is, uh, <laughs> dat is heel leuk. Uh, maar ja, dan kom je dan ben je na tien. En dan ben je, heb je op een geweldige manier ben je dag begonnen. Ja. En, dan, en dan staat de dag nog voor je open. Ja, Gezond en wel. En dan uh, zijn er misschien ook nog wel want dit gaat een beetje misschien echt over meer sport uh, bewegen. Maar. Ik kan me herinneren, Greet, dat wij uh, met Meester Zonder Move ook wel andere dingen deden. Ik denk bijvoorbeeld dan bijvoorbeeld aan een dansje. Van... Doen jullie dat ook wel eens uh, met bewegen met ouderen, Jip? Dat je een beetje meer naar de dansen toe gaat. Ja, daar hebben we een heel mooi voorbeeld voor. En dat is uh, Balkon We gaan dan de wijk in met een grote boombox. En dan uh, gaan we voor een balkon staan of voor een flat eigenlijk. En dan uh, zetten we muziek van uh, vroeger aan. Oude liedjes die de mensen kennen, ouderen. Uh, en ik ook. En dan uh, ga je gewoon lekker bewegen. Dus we dansen, uh, oefeningen. Ja, en, en wat wel leuk is om te zien, de mensen die voorbij lopen, gaan eigenlijk automatisch meedoen. Uh, dus ja, door, het ziet er gewoon zo gezellig uit dat mensen denken: oh wat leuk, ik kom kijken en ik doe mee. Dus een hele makkelijke manier van mensen in beweging brengen. We gaan dat toevallig maandag bijvoorbeeld ook doen bij de Korte Vliet. En dan uh, nemen we ook koffie en thee mee. Dus we gaan het gesprek aan, uh, praatje maken en bewegen. En dan uh, lekker dansen eigenlijk. Superleuk. Ja. En dat is dan voor de mensen die zeg maar, daar wonen en die dan op een balkon staat. Maar uh, iedereen die door de straat loopt, die, uh, die is automatisch ook uh, meteen aan het meedoen. Ja, iedereen is welkom. Uh, we proberen de flat te flyeren voordat we komen. Dus we gaan naar flyers uitdelen. Maar mensen die eromheen lopen zijn ook welkom. Uh, en we proberen ook een beetje daarin af te wisselen dat we ene keer gaan naar die wijk, dan naar die wijk. En dat doen we door heel leiden door. En uh, het is in corona gestart. We dachten we willen mensen be laten bewegen op afstand. Nou, wel, hoe mooi is dat als iemand op een balkon staat of in de tuin, dat je dan zo kan bewegen? Maar we merkten dat het zo leuk was dat we het gewoon eigenlijk nog uh, blijven doen nu. Uh... Ja, corona niet voorbij is, maar minder heftig is. In ieder geval alle sportclubs en alle clubjes wel weer open zijn, is ja. niet, uh, dit is misschien dan, dit zou je kunnen zeggen, is misschien iets goeds wat uh, corona ja. ons uh, gebracht heeft. Zeker, uh, zeker. Ja. Allerlei nieuwe vormen van, uh, van bewegen. En Creatief denken. Maar, maar zijn er ook mensen die wel eens zeggen, joh, uh, gaat toch weg met die pokken herrie? Of valt het mee? Uh, nou ja, we staan er gelukkig niet de hele dag. <laughs> er zijn wel eens mensen die het minder leuk vinden, maar ja, we staan er meestal echt voor een half uurtje en dan gaan we gewoon uh, lekker dansen en daarna. Een koffiemomentje, dus ja, er zijn mensen die het misschien niet leuk vinden, maar ja, die heb je er gewoon bij dan. <laughs> die balkon, dan. Het maar... Echt fantastisch. Je ja. Ja, ja. hebt zelfs een nationale balkonbeweegdag, hè? Die is ja. dit jaar weer op 20 mei, is in Leider Dorp ooit geboren, twee jaar geleden, in de coronatijd. En nu, en dat is een nationaal fenomeen. Dan gaat gewoon heel Nederland staat om zijn balkon te bewegen. Dat vind ik zo goed. Ik vind het echt gewoon jammer dat ik geen balkon heb, eigenlijk. <laughs> ja, ja, dat snap ik. Zou, zou jij eraan meedoen, Ben? Aan een balkon bewegen? Of zeg je, nou, ik ga liever gewoon echt het park in? Nou, als het een keer is. Ja, Ik heb ook geen balkon. Dus uh, het spijt me. Ja, we zijn, we zijn hetzelfde. Maar we maar dan ook gaan, gaan straat, wel beneden, hoor. Gaan we beneden kijken. Ja, we maar doen. ik vind het een fantastisch initiatief. Dit is toch met de mogelijkheden die je hebt om toch mensen aan het bewegen te krijgen. En het belangrijkste is dat ze daarna zeggen: hé, hey, dat is leuk. Misschien een beetje spierpijn de volgende dag. Daar moet je ook niet bang voor wezen. Een beetje, natuurlijk heb je de dag erop spierpijn. Maar dat is lekkere pijn. He, zo moet een beetje. Pijn. Dat je er moe van wordt. Ja, het mag tekenen. ook allemaal. Ja. Dat, ja. Dat, hoort. dat hoort. En dan ga je volgende keer nog wat langer. En dan ga je naar een andere balkon. Dan doe je een keer extra mee of zo. Ja. Yep. Ja. Mm -hmm. ja, of je gaat binnen ook eens een dansje doen. Precies, precies. Je ja. weet hoe het moet. Ja, dat, ja. Is, dat is natuurlijk ook altijd wel goed. Hè. Gewoon even binnen af en toe de muziek. Uh, of op de radio. Of je zet een plaatje op als je dat nog hebt. Of met vind, Olga inderdaad. Met. Ook. Ja, met of Olga in de, de ochtend. En, uh, ja. Ja, en er is nu, dat was gisteren op tv, een, een nieuw uh, TikTok-filmpje uit met Willy Wartaal. En, uh, die uh, ook mensen aanzet om, uh, om vooral af en toe even één minuutje, anders maar één minuutje, om eventjes op te springen en, en iets, uh, iets aan bewegen te doen. Dus genoeg uh, voorbeelden om, uh, om gezond uh, bezig uh, te zijn. Ja, het is de, al, we lopen alweer bijna tegen het einde van het programma aan. Uh, Jip, ik heb aan jou toch nog een vraag. Hè. Jij, werkt, jij werkt in de wijk Bos en Gasthuis. Hè? Ja. We hadden het net al even over dat uh, balkon bewegen. Dat is dan eigenlijk zonder attributen, denk ik. Klopt. Maar uh, er zijn uh, sinds kort in jouw wijk ook, uh, waar jij werkt, sportboxen. Kun je daar iets over vertellen? Ja, uh, sinds kort hebben wij een sportbox uh, in, uh, bij het Schijverspark staan. Uh, dat is een park dat dicht ligt bij een school, Delta College. En dat is een box. Uh, daar is een app voor. Die app kunnen mensen downloaden en dan kan je uh, sportmaterialen gratis lenen. Uh, er zitten verschillende materialen in, zoals bijvoorbeeld, uh, je kan boksen ermee, maar je kan er ook mee uh, een, ja, een, uh, een training mee doen, zoals met matjes en gewichtjes. Uh, er zit ook een voetbal in voor de kinderen. Dus het is eigenlijk best wel een divers aanbod. Dat aanbod verandert ook nog wel. Dus uh, ja, daar proberen ze in te, in te switchen. Um, en dat kan je dan een uur lenen, die box. En dan daarna uh, kan iemand anders weer gebruik van maken. Dus de hele dag door kan je dat uh, huren, eigenlijk. Met en hoe... tijdslots. Oké, okay, dus dan kun je een tijdslot reserveren om dan daar spulletjes te lenen. Ja. En hoe heet die app? Uh, sport, uh, het heet de Sportbox. Oh, de Sportbox. Ja. Oh ja, zo heet het. Ja, ja, zo makkelijk. En dan is kan het. je gewoon uh, bokshandschoenen lenen. En dan kan je even lekker uh, trainen. Ja, buiten. klopt. Ja, ah, wat een goed idee. En ja. weet je ook of er al veel mensen gebruik van maken? Uh, nou ja, wij proberen zelf het ook uh, een aanbod eraan te koppelen. Dus we zelf te gaan staan om de mensen een beetje op uh, weg te helpen. Ja. Uh, dus wij proberen nu op de maandagmiddag daar te staan. En we willen misschien de Fatality Club er aan gaan koppelen. Dus we zijn er sowieso nog mee bezig om daar iets uh, mee te doen. Uh, maar het is nog wel een beetje in de beginfase. Maar ja, we zijn er zeker mee bezig. Dus als mensen enthousiast zijn geworden van het verhaal van Ben over die, uh, 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 over die vitality club. Ja. En die wonen in Leiden Zuidwest. Vlak bij dat park waar je het net uit waar je het net over had. Mm -hmm. Dan uh, kunnen ze zich bij jou melden en dan uh, kun je kun je daar een mooie club gaan starten. Ja, heel graag zelfs. Dus uh, ze mogen vooral naar mij toe komen. En graag. hoe komen ze bij jou terecht? Uh, nou, we, we zijn via de Inclusio Leiden website zijn wij te vinden. Uh, dat is dan per buurthuis. Dus we hebben zeven buurthuizen in Leiden. Uh, en elk buurthuis heeft een buurtsportcoach, twee zelfs. Uh, dus dan kan je kijken naar, welk, naar welke wijk je wil en bij wie je dan nou kan zijn. Uh, ja, dat is denk ik de makkelijkste manier, gewoon via de website. Oké, okay. nou wij zullen het ook nog op de website van Sleuters uh, de benodigde links uh, toevoegen. Is dat ook iets voor jou, uh, Ben, uh, met zo'n zo box, uh, aan de slag? Nou ja, misschien als ik ruzie heb met iemand, maar <laughs> dan moet ik eerst die box gaan zoeken. Nee, flauwkul natuurlijk. <laughs> maar, uh, maar ja, je, het is wel, je, uit, het, het gevaarlijke is dat je dan wel zegt van ja, maar ik heb die, ik weet niet wel, die box is, laat ik het maar niet doen. Kijk, je kunt met, met twee kleine flesjes water, uh, kun je ook perfect, heb je gevrichtjes. Je kunt met een bezemsteel, kun je ook alle oefeningen doen. Uh, uh, de, de, dus je hebt niet altijd, de, de, de excuus van ik heb geen materiaal is natuurlijk geen excuus. Een matje kun je bij de, nou, ik mag reclame maken, maar toch nee, bij de nee, Action nee, zijn nee, ze nee. voor vijf nee, euro nee, geloof ik. Nee, nee, nee. Nee, mag niet hè? Nee nee nee, 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 nee. Nou oké, okay, bij, uh, bij de Dirk <laughs> ook. <Maar, laughs> <laughs> maar eh, dus, dus het bewegen kan, hoeft helemaal niks te kosten. He, dat, dat is belangrijk. En is het is heerlijk. dat, dat En de, de, de lol is vooral, en dat zei die, die coach ook aan het begin. Maar die, die sportbox, die dingen, dat, dat is toch gratis? He? Ja, dat is, ja, dat is hartstikke ja. goed, joh. Ja. Dat, is, dat is prima, joh. Maakt niet uit wat je doet. Maar en, en, en doe het met elkaar. Dat is volgens mij heel belangrijk. Jut elkaar op. Maak een afspraak met iemand anders. En wat ook belangrijk is, je hebt allemaal, iedereen heeft in zijn, in, op zijn mobieltje, heeft hij een, uh, heeft zijn agenda staan. Vul daar ook in, 8 tot 9. Sporten. Hè? Ja, Net zoals je. De, het plannen helpt wel. Plan het, plan ja, het. Want ik merk nu, ik heb in mijn goede wandelmaatjes zijn allemaal de afgelopen twee weken dus weg op vakantie of ja. ziek. En ik moet je eerlijk zeggen dat deze week mijn ochtendwandelingen de. Ook met door de regen. Dus ik uh, geef het natuurlijk nu niet echt zelf het goede voorbeeld. Maar, dat het, ja. maar dat ik, uh, die afspraken zijn allemaal niet doorgegaan. En maar goed, volgende week weet ik dat ze er allemaal weer zijn. En wij dan, gaan uh, morgenochtend wandelen, Greet. Ja, ja dat gaan we doen. we gaan, je, je doen. Ja, ja, we gaan een doen. afspraak maken. Oké, okay, deal. En je we moet gaan, ook niet te veel uh, naar buienraden kijken. Dat is echt nee, onzin. Als je ik naar, naar buienraden kijkt, regent weer. het altijd. Nee, ik heb echt gemerkt. Ik, ik, ook, ik heb heel lang ook gewandeld op zondagavond vast moment met een vriendin. En wij zeiden altijd tegen elkaar... Uh, je denkt altijd dat het veel slechter weer is dan ja. dat het echt is. Dus de, in de praktijk is het in al die jaren misschien één of twee keer... Klopt. echt zulk slecht weer geweest dat we niet konden wandelen. Dus ik, ik wa denk dat dat... Ik wil eens nog goed. even, want we hadden het net eh, tijdens de pauze eventjes over dat... Eh, wandelen is allemaal hartstikke goed en de, bewegen en zo. Maar het is ook heel erg goed om... Iets te doen aan die spieren, hè? en daar is misschien die sportbox wel zo goed voor, dat je ook als je wat ouder bent, ik kijk, ik spreek even voor mezelf, dat je ook die armspieren nog een beetje in beweging houdt en aan de gang houdt, Jip. Ja, er wordt zelfs aangeraden om twee keer per week uh, inderdaad je spieren van je armen en je bot versterkende oefeningen te doen. Uh, dus wij proberen ook bijvoorbeeld bij de oudere beweging met gewichtjes uh, oefeningen te doen voor de armen. Uh, dus het gaat niet echt alleen om de benen, maar het gaat om het hele lichaam en probeer dat ook uh, ja, te stimuleren eigenlijk. Uh, bij de sportbox kan je daar ook mooi gebruik van maken om uh, die commit te krijgen. Ja. Ja, oké. Okay, en dan misschien aan Ben nog een laatste tip. Uh, van, uh, hoe, hoe breng je het hele lichaam in beweging? Want daar had ik jou ook over bij de Vitality Club heb je daar ook allerlei trucjes voor. Nou oh ja, heel belangrijk is als je als je wat ouder wordt dat je, uh, dat je, dat je balans wordt eenmaal minder. He, dus heel belangrijk bij de vitality oefeningen vooraf. 50 plus is toch op één been staan. He, tanden poetsen met één op, op één been staan. Allemaal dat soort zaken. Links, rechts, beetje zwaaien met één been. Allemaal van dit wat die oefeningen, he, die Olga Commandeur doet ze dan op televisie, ook maar als je daar geen zin in hebt. Maar probeer het gewoon eens, probeer het gewoon eens uit. En je kan thuis in, in de huiskamer kun je bijna alle oefeningen kun je, kun je zelf doen. En, maar, maar maak het maar jezelf. Een Afspraak van ik ga het ook zelf ook. Hè, van, nou, van 9 tot 10 ga ik dat doen. Hè? En, dan, en, dan, en dan niks anders ook doen. Niet toevallig de krant gaan zitten lezen en weer naar een of ander journaal gaan kijken, maar gewoon als een activiteit plannen en gaan doen. Ja, zo'n vast moment, dat helpt klopt, echt. Klopt. Ja. Nou, ik vind het allemaal hartstikke goede tips. Uh, wij moeten nog iets uh, uh, nog een andere afspraak nakomen. We gaan sowieso wandelen, maar we gaan ons ook nog opgeven voor een, uh, een reanimatiecursus. Hè, ja, want vorige, week, keer, vorige, vorige maand hadden we hier natuurlijk uh, Harriet Verweij en, uh, uh, en, en wij spraken na de uitzending nog even met, met onze gasten van toen. Gillian, en, Gillian, en, Gillian en, Floor. Gillian Floor was het jaar. ja, Dat was even Van de naamheid. Hartstichting. Van ja. de Hartstichting. En toen, toen, uh, toen hebben Gerrie en ik eigenlijk een uh, voornemen gemaakt om na iedere uitzending zelf ook een actie uh, te gaan doen. Ja. Dus vanavond... dus nu, en nu uh... hebben we twee acties. Want we gaan morgen wandelen en we gaan ons opgeven voor, voor een de informatiecursus. Ja, doen we. Maar uh, onze gasten, heel hartelijk bedankt dat jullie hier uh, vandaag uh, bij ons willen zijn in de studio: Jip van Omme en Ben Krul. Heel veel succes met de, met de toolbox, met sportboxen, met de fietsmaatjes natuurlijk. En uh, nou, als mensen zeg maar uh, denken, oh ik wil wat en ze kunnen het niet vinden. Dan kun je altijd mede naar de redactie van Sleutelstad. En dan uh, zal ik jullie vragen daarover proberen te beantwoorden. En deze uitzending is natuurlijk altijd helemaal terug te zien. Zeker. En, uh, Wij zien elkaar volgende maand weer ook. Zeker, dan gaan we weer een nieuwe uitzending maken. Dank jullie oh. wel. Ja, op 18 mei en dadelijk na 7 uur dan zit hier Science 071. Dan hoor je alles over het wetenschapsnieuws uh, van Leiden en omstreken. Dit was Gezond 071 voor vanavond. En uh, ja, fijn dat je bij ons bent.